Ja, we zien hier foto's achter mij, om mij heen, die u zou kunnen kennen. Het zijn bekende reeksen waaruit spreekt dat allemaal unieke mensen, want dat zijn we tenslotte, zich heel vaak uniform kleden. En het is werk van fotograaf en kunstenaar Hans Eikelboom. En morgen opent de tentoonstelling Identiteiten 1970-2017 in het Fotomuseum in Den Haag. En dat zou je kunnen zeggen, dat is een overzichtstentoonstelling van uw werk. Ja, zeker. Zeker. Vanaf de begin jaren 70 tot nu. Dit kennen we vrij goed. Dit spreekt ook altijd tot de verbeelding. Ze stonden deze week weer in een aantal kranten. Dit doet u op dit moment nog steeds, hè? Ja. Een uurtje of twee in de Kalverstraat en u bent klaar? Ik ben klaar. Ja. Ik ben het mannetje. Dat. Ja. Nou ja, het gaat ongeveer zo. Ik ga naar de Kalverstraat toe, kijk een minuut of 10 om me heen. Dan dringt zich een onderwerp aan mij op. Ik pak mijn fototoestel en ga aan de gang. En dan wil ik ongeveer zo'n 30 foto's hebben. En dan stop ik er weer mee. En dat kan in tijd variëren. Maar ik wil wel dat het binnen 2 uur gebeurt. Als het langer duurt, dan komt de serie niet bij mijn fotonoods terecht.